vandaag hier staan heeft twee redenen. In de eerste plaats om te herdenken. Herdenken dat in haar 200 jaar bestaan de landmacht bij Waterloo het meest heeft gebloed. Het was een inzet van vrijwel alles waarover men op dat moment beschikte. De tweede reden dat wij hier staan is om iets te vieren. Te vieren dat de landmacht voor ons land toen een belangrijke overwinning behaalde. Wij vormen een organisatie die een essentiële rol speelt in de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Nederland. In het verleden, in het heden, maar ook op de toekomst. Eén ding is zeker, wij blijven vechten voor vrede en vrijheid. In het besef dat vrijheid nooit gratis is. Onder officieren, toe, nu, nee!